Welkom bij Maya Show. Vandaag gaan we Outlast deel 4 spelen. Het is nu 2 uur midden in de nacht. En geen idee waarom ik het nou midden in de nacht speel, maar het is eng. Ik moet het doen voor Kelly. Bedankt Kelly. Kom op. Nee, kom op. Dan doe dit. Harder, Smurf. One of them, are you? Quick, get in the dumb waiter if you want to live. Ja, laat maar in. Doei! Doei! We zijn veilig. Neither I chase you, buddy. Nee! Oh, nee, 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 nee. Dat... Hey, you're the bullshit priest's guy, aren't you? No. His witness or whatever, you must be exhausted. Let's take a break, huh, buddy? You old two martini lunch? Have a little confab, blah blah. Hij hoort vast bij een van de goede gozers. Heavier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside the car at all times. Hij hoort bij de goede gozers. Hoop ik voor hem. Mooi huis. Moet eens een beetje bijschilderen. You know, I love the mountain air up here at night. You want to head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Oh. Go on, run free. Okay, run. Whee! I'm in no hurry. No? All right. Nose to the grindstone, I like that. Mike. Okay then, right this way. No, no, he got a burn there. Marshmallow Hummer. Nee. Wat zijn al die spieren? Die spieren zijn volgens mij niet echt goed. Daarmee kan hij in leven blijven, die oude opa. Ja. Yeah. Oké. Okay. Kill me! Oké, dat doe ik wel. No. Hallo! We're putting that tongue to any use anyway. Truth be told, I was just tired of licking my own stance. Here we are then. Mooie kamer. Nou, bloed. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just need a second wash. Hello. And, well, moving. En it'll give us a chance to talk. Wil je zien wat ik heb opgenomen? Ja? Mag ik je wel zien hoor. Niet dan maken als we een kamer kapot. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know. I hope you haven't been letting him confuse you with all this holier than thou Bible something. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. It's understandable. People get scared. There's like the turn to God as anything else. I mean, God died with the gold standard. We're on to a more concrete thing now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest form, but what happens when all the money's gone? Well, money becomes a matter of faith. Nee, ik kies liever toch een mes. Ja. Make you believe. Nee. You paying attention? Don't pass that on. No. Better, right? Things don't reach you here. We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself.
Nou, dat moet gebeuren als je heel veel bloed krijgt, hoor, denk ik. Het is best vies. Saving! Trouwens, ik denk een bug in het spel. Hij had hier net allemaal dingen staan. La 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 la. Kom, ga niet weg. Even opnemen hier. Hallo? Just like him. Like Trigger. He got the gene and he's still alive. Killed with Wernicke snipers. He worked too well. They couldn't control it. And you can't control it. Nobody. Good, listen, man. Nobody. Nobody! He'll find you. He'll kill you. He's gone what? Now. Trigger! I see this. You're bored. You want a little attention. Perfectly understandable. I'm here for you. I'll give you very special attention. On me? If there's one thing I cannot goddamn stand, it's a quitter! Come on! Alright. Alright, you can figure this out. Let's solve some problems. Nah. Zie de kont! Is dat nou een meisje of muziek? Laat in de reactie achter. Of zoiets. Oh shit, hij zat er nog. Zou ik YOLO doen? Zou ik YOLO? Heel even wachten nog. Ja, YOLO. Gaan we naar die dode man toe. Dan sluit ik de deur. Niet gillen, meneer. Oh, kom op. Oh, nee. Ja. Oh, hier naar boven.
Hmm. Oh. Hij was daar net, dus ik kan daar beter maar niet naartoe gaan. Alle deuren moeten... Batterijen, zijn je batterijen? Nee. Ik haat het. Ik ga naar YouTube. Goud als Murf, we stoppen me achter een bed. Kom dan. Oh, ik kan niks. Nee. Ga maar koffie drinken. Nee. Oh, dat is maar. Jawel joh, jij wel, gek. Met je schaar. Kom dan. Of gaan we hier koffie drinken? Blijf hier staan? Serieus, hij blijft hier staan. Op, achter je staat Steve. Val Steve maar aan. Je kan hier lang blijven staan, maar er staat niemand hoor. Ga dan weg. Hij blijft er staan. Jolo? Ik moet gewoon langzaam rennen. Hij wordt gek in zijn kop, dus ik denk dat ik hij is zelf weggelopen. Please, loop weg. Ga weglopen. Doe eens voor mij. Ik denk dat hij vast staat ergens in de muur. Oké. Nu. Oké. Ik kan langzaam rennen, hoor. Maar hij ziet zo eng uit. Hij ziet een beetje raak. Oké, je gewoon. Buddy! Somebody has to win and somebody has to lose here. I don't make the rules. Doe nou niet opstaan, gekke domme.
Okay, do the line, do it. Ik kan jou rennen en daar naar achter gaan. Ja, gewoon YOLO. Hij merkt ook niks, hè? Hold up there, buddy. Oh! I'll be right with buddy. Maak niks open. Buddy! Hold up there, buddy. I'll be right with you. Nee, dat is toch niet meer normaal, man. Als hij binnenkomt, ga ik YOLO doen, ga ik heel rennen. Of is hij al binnengelopen? Hij is ook de deur. YOLO, ouwe opa. Hoi meneer. Oh, hier moeten we naartoe dus. Ik vertrouw deze niet. Nee. Oké, hier is het rustig. Oeh, boekje. Het ziet er rustig uit, hè. Ik wacht even met deze deur te openen en ik ga even hier rondkijken. Weet je wat ik merk? In horror games regent het altijd. Wel mooi, gedaan. Hey,
Een sleutel. Wat moet ik doen met die sleutel? Nee, verkeerde. Die deur is goed. Oh, de liftdeur. Voor YouTube. Even achter je. Zie mijn vingers dan ook, hè? Voilà. Ik durf niet. YOLO. Ik weet niet waar ik heen ga, maar... Oh, dit is de gang van de lift. Laten we gaan. Mooi. Ha. I'm not giving up on you. Nee, nee. Oh, nee. Gaat hij me nog pakken of... Hallo meneer! Is je eigen schreeuwt? Hallo! Oké. Oké, dat hebben wij goed gedaan. Ah! Second! Oké. We kunnen nog heel kort rondrennen, denk ik. Go upstairs, ja, voor Fire the Mad Martin. Oh. Down? Dus we moeten naar beneden. Had hij nou een opslag of niet? Ja, we hebben hier een party gehad. Ook soort van mijn eigen stem. Van uit een spel dan, hè. Wel, een privéhoekje om te plassen. Ik hoor iets. Batteries.
Wat zag je nou? Oh, wacht eens. Nee, toch? Vuur. Wauw. Nee, check dat je in je koud hebt. Ah, mijn vingers, zie dat. I had to burn it. All of it. Murkoff took so much from us. Used us. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get out. If you want to live, you can get out through the kitchen. Ik denk dat ik hier naartoe moet. Oh, bukken. Deur dicht. Oh, no. Oké, hij slaat hier op, dus mensen, ik doe even reloaden. Mooi. Mensen, bedankt voor het kijken, like, subscribe en deel even je vrienden ook van Outlast te houden, Horror Games, en late avonden. En even kijken hoe laat het is nu. 3 uur midden in de nacht of zoiets, 2, 3, ja, nee. Ja, 2:30 midden in de nacht. Dus ik denk dat ik lekker ga slapen en dan checken we jullie in deel 5 van Outlast. En ik check jullie later.